Hola amigos en hallo nieuwe mensen van Dagelijkse D. Boosgastrol is op Dagelijkse D gekomen en daardoor hebben wij veel nieuwe kijkers en abonnees en allemaal al die leuke dingetjes gekregen. Dus van harte welkom bij Team ATG of gewoon bij ATG. Vandaag ga ik beginnen met de special episode van The Walking Dead. En ik heb jullie comments gezien, want ik vroeg jullie in de Freaky Friday van willen jullie dit zien? 400 Days. En de comments waren weer grandioos veel van ja, doe 400 days. Dus wat ga ik vandaag doen? Ik ga het niet doen, ik druk op back. Dat was het jongens. Grapje. Oké, dus vandaag gaan we beginnen met 400 days. En ik heb even gekeken en het zijn kleine stukjes verhalen. En het zijn er volgens mij 4 of 5 zoiets. En ik wil er eentje per episode doen. Per part. Dus per video wil ik er eentje doen. Dus vandaag gaan we één persoontje uitzoeken en dan gaan we die spelen. Zelf weet ik er niet zoveel nog van. Maar kijk, het is van The Walking Dead en dan you know I love me so Walking Dead, girl. Oké. Dit game is adapted to choice. Dit begin. Heerlijk. Wat een heerlijk muziekje. Oh yeah. Deze special episode is trouwens vanaf juli pas uit. Dus dat is nog helemaal niet zo lang. Oh girl, kijk nou. Gil's pitstop. En je kan ook eten, zie je wel. Het is gewoon bij een weg. Oh, wat gezellig joh. Oeh. Oh, toen ging het uit. Oh jee. Ja, toen was de zombies er. Die denken, wij zijn tanks, dus wij zijn vrachtwagenchauffeurs. Wij willen graag wat eten. Diesel, regular. Daar is de diesel ook goedkoper. Krijg nou wat. Leven is allemaal hetzelfde, joh. Allemaal zombies, man. Echt, overal. Missing. Oh, die arme oma. Oh, jeetje. Oh, een kind met een dik hoofd. Missing. Oké, man. Damn, girl. Oké. Russell. Bonnie. Oh, hier kunnen we uit kiezen? Oh, oké. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Ja, we hebben 5 keuzes. Dus er worden 5 episodes. Ja. En vandaag gaan wij beginnen met Russell. Ik heb daar zin in. Want, weet ik niet. Ja. Ik weet niet. Gewoon, ja, je moet toch wat doen in je leven. Dus dan kies ik Russell, hè. That's how we do it. Oké. Dus dit is blijkbaar een verhaal tijdens 184 in. Days in. Dus ik denk 184 dagen totdat het is begonnen. Weet je wel? Dat het al 184 dagen bezig is. Shouldn't have maybe taken so many cans. Oh, heb je zoveel cans nou bij je? Heb je zeker heel veel soep in blik mee? Look at map. Like 60 miles left, I think. Ain't shit, girl. 63 miles to go. Oh, nog meer, jeetje. Moeten we zover lopen? I miss the days of taking shortcuts. Ja, we kunnen nu geen shortcut nemen. Geen snelkoppeling. Wat het in Nederland is. Hey! anders kom ik er niet langs hoor. Good. Dan mag je lekker blijven liggen. Dan denk ik van. Slaap lekker, lief kindje. De maneschijn is er ook. Nee, dus. Oh jee. You should probably hurry. Hoezo? Oeh, er komt een auto aan. Shit. Ga snel de bosjes in. Hide. Hoppakee. Ik ben er niet, ik ben een sting. Holy moly. Oh, niet dat ze me pakt, hè. Dat vind ik heel eng. Hoi, auto. Hoi. Is dat Kenny? Nee, Kenny zit hier niet in. I see you cuddling with your girlfriend down there. I don't want no trouble. I don't want no trouble. Please. You just want to be left alone with your friend down there? Ja, zeker. Met die lekkere zombies op me. Leave me alone.
Look, I don't care what you do to whatever corpse you find. I wasn't. What's your name? Asswipe. So you didn't steal that bag? Nee. Nee, dat staat mijn naam op, hoor. I don't care who you steal from, if you did. Maybe you're in a gang that likes to rob people. I don't know. Nee, hoor. In a crew? You got some boys wearing hoodies I gotta worry it's about? It's mine. I didn't steal it. I didn't steal it. All right, good. I don't like thieves. Nee, ik ook niet. Just get in the car. You're gonna get eaten out here otherwise, and I'm bored. Oh, come okay. On. Scoot. Okay, yeah, I like to ride. Away forever. Okay. Ja, kan toch gewoon. Okay. Yeah. I'd like a ride. That'd be yeah. Good. Yeah. Hell yeah, get in, let's tear it up. Hell yeah. Okay, we gaan dus een auto in. Grand's house. Fuck, she likes to party. Just get in, we'll get there. Or somewhere, eventually. Okay. Dus we gaan nu gewoon bij een... Oh, je mag nooit bij anderen instappen in de auto, hè? Oh shit, wat doen we nou? Oh nee. Name's Nate, by the way. Thanks. Hoi, Nate. Nate. You thirsty? Oh, ik heb zo dorst. I'm straight, thanks, sure. I don't want this shit. I'm straight, thanks. You're not uptight, are you? Is this the fucking apocalypse? This is like nothing. No, I'm just good, alright? Ja, joh. Doe het even rustig. Alright, alright. You wanna tell me about where you come from, at least? Nee. Must have been with zit niet zo in je oor. Oh, ik dacht nog even dat hij in zijn mond ging stoppen. Tail back where you come from? Maybe drop you off, do a double back. Wat? Wat? Can we just drive? Sure, yeah. I mean, I'll tell you about who I was. Ik weet geen eens waar het nu over heen gaat. Don't leave out any juicy deets, all right? All right. okay. There was seven of us. I didn't have any family there or nothing. They're all at my grand's down in Statesboro. There was a dad who had a daughter about my age. One guy said he used to be a cop, but nobody really believed him. His teacher and his wife. Leader was this guy, Steve. Okay. Who actually the daughter? Steve was a bad dude, but bad everybody was with him, you know? Got a bad head. He said seven was the magic number, so we didn't add nobody to the group. Save is ook we mijn found gelukkig survivors. Nummer. It was the same every time. Hij doet net alsof dat hij die ging herkent. Just we gonna kill these folks and take their stuff or what? Then bang, they'd be dead. Anyway, I couldn't handle that. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for Grands alone and try to find my family. I slipped out of there. I couldn't live like that. I couldn't live like that. Oh, radio gedaan. Nobody got down with the daughter then? No, they didn't. What would you give her? Strong six? Just tell me something about her. How was the rap? Een heerlijke muziek. Give me a little something. Nee. Just a taste. Nee, ik geef hem niks. I'm doing you a service here. You're a fucking dude. I gotta get my beak wet. How, why do you gotta be like that? Why you gotta be like that? Like what? Always talking about women like that. Yeah. Women? Okay, well, let me see if I can answer your question. because the hunger a man's got for a woman is all we got left now. No laws, no jobs, ain't nothing that make us men. But they ain't eating all the women yet. Whatever. Okay. Let's try this again. All right, maybe someone who wasn't so near and dear to your heart then. Ik vind het maar een rare gozer. Whoa! What the fuck? Come on, scale of 1 to 10. What do you think? Oh! 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 Here, get a look. Hey, doe normaal! Wat doet hij? Wat the fuck? Ga weg! Oh nee! Dit meen je niet. Holy damn! Dag meisje. Would you load that? Bullets in the glove there. Damn, dit was best wel tot laatste. Oeh, dat was een kers op de taart. Oké. Okay. Jeetje. Oké, maar wat een rare gozer. Waarom ben ik ingestapt? Dat was niet zo slim. Oh, zijn we nu hier? Oh, we zijn hier ook nog echt.
Gaan we lekker eten. Stukje zombie arm alsjeblieft. Let's look for some supplies in here. See if we can fill up while we're at it. Nou, ik wil Don't ook. Be mad. Ik wil heel graag met je werken ook, hè? Hé, hey, je gaat me niet schieten, hè? Be mad. Just stop being a pussy. Pussy, pussy, pussy. I'm out here. I'm sorry, I don't like beans. Oh, shit! Out. No, oh. Get... Holy moly. Waarom... Wie deed dat? Holy moly. Boss, get the fuck down, man! You don't want to be there! Get to the truck! I'll cover you! Wat moet ik nou doen? I'll get fucking shot! No, you won't! I'll cover you! This guy can't hit the broadside of a barn! Just move your ass! Oké, ik beweeg mijn kont. Letterlijk. Holy moly. Holy moly. Oh. Oké, ik heb het gehaald hoor. Good hustle. What happened Dank to je. I'll cover you? Look how good you did. What are we going to do? What are we gonna do? Wat gaan we nu doen? First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Waar... quick glance. Oké, snel kijken. 1, 2. Oh, ik zie het al. Ik zie het al hoor. Hey, ik zie het al. Easy. Now we know where he is, we can fucking get him. All right. Okay. Yeah. That's okay. The spirit. Let's push this truck for cover. Okay. Meen je die? Hallo? Oh, gaan we zeker weer op de Q drukken. Keep your head up. Keep your heart strong. No. Shit! Keep your... Just oh, keep nee. Pushing. Pushy, pushy, pushy. Lekker pushing. Ze zeggen ook soms in het leven, soms heb je een push-PH nodig. Nu heb je dat nodig bij pushen, hè? Push! Dat is echt een domme grap. We gaan pushen. Oké, we komen niet verder. We gaan naar de kant van het gebouw. We moeten van cover naar cover. Oké. We're fucking around. You wanna get... You gonna cover me? You gonna cover me? If we get to that car, we'll be out of the line of fire. Oké. Oh yay! You can cover me first. No. Fucking around. You cover me, then I'll cover you. Or if you want to go ja, first. Ik vertrouw je eigenlijk niet. Nate. Cover me, I go first. Okay. I'll cover you. You go first. Ja, is goed. Shoot at the window and keep that fucker's head down till I get where I'm going. Ja, is goed. Ga dan. Gun, and I'll do the same. Ready? Ja, ga dan. Yeah. Yeah. You ready, Russ? Cover my aim at sniper. Remember. Don't stop shooting. Oké. Okay. Fire. Moet ik nou echt schieten? 4. 6. 9. Throw me the gun and I'll cover you. Ja, jij gaat er zeker vandoor. Hé, Nate? Zeg zeker dag. Go. Oh. Bam. Oh, hij schiet op me. Hallo, schiet dan. Verdomme. Good ik heb job. Het gehaald hoor. Good job. Yeah. Now, we get over there and we should be good. Oké, okay, ik ga eerst. 1, 2, hoppakee. Ho, bijna in mijn reet. Ho, kijk uit. Holy moly. Hij kan echt niet schieten hoor. Holy moly. Oh, neem me mee, Nate. Nate. Thanks. We're not done yet. Oh, jammer. Hol mijn nol, hè. Get in around back. Sneak up on this asshole. Nou, misschien heeft hij het wel door. Oké, okay, ik volg je hoor, jongeman. Mag ik ook nog lopen dan? Loading screen? Oh, we man, zijn er al. What are we doing? Well, we gotta get in there. Fucker shot at us. Russell, ja, dus? Relax, man. When this is over, we're gonna take what we can, head on down to your grams, and have a big ol' home-cooked meal, alright? Mag oma gelijk zeker eten voor jou maken, verdomme. Nou, misschien wilt ze dat helemaal niet. Voor Naten. Watch out for that. Oh jee, lekker hoor. What's the problem? Nou, het is een mens. Het is een zombie. Oh, hij heeft een wapen. We should put it out of misery. It's fucking dead. Come on. Nee, het is niet dood. Oké. Okay. Even mijn mooie schoen erin. Hoppakee. Zo, oogjes dicht. Dan zien ze niks meer. Dan ziet het dood er veel beter uit zo, hè? Okay, it's clear. Keep your head down and follow me. Keep your head down. Keep your heart strong. No. Keep your mind strong. Alright. We're gonna be fucking quiet. We're gonna sneak up on this son of a bitch and take him out. You hear me? Ik hoor je. Fucking beep. Let's go. Okay. Dan gaan we daar. I see him.
Zie hem. Oké. Okay. Misschien is het wel een lekkere zombie. Oh, moet ze stil zijn, hè? Oh, ik heb echt het gevoel dat ik ga schrikken. Oeh, daar zit hij. Hij heeft een kaal hoofd. Hij is een kalebassie. Hij is een kalebassie. No shit. Ja. Yeah. Ik heb hem gezien. Oh, daar zit hij, hoor. Grab him. I'll cover you. Moet ik hem pakken? Just jump out, grab. Your call. Wat? Oh, en dat hoort hier niet, die mooie deur. Hoort hij dat echt niet? Oh, dan is hij wel heel doof. Press and hold left mouse button, then push the mouse forward. Oké, ik vat het eigenlijk niet. Holy moly! Hoi! Get the fuck out of here, you monsters! Whoa, Gramps! I told you not to come back here! Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook! You got his spook! Watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. Bullshit! You came back to finish us off and take all our food. You've lost your goddamn marbles. She's dying and we've now never she been can here. See your face. Arma Oma. We've never been here, sir. Then who shot my wife? Wasn't us. You tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take heb you ik te geschoten? Please just get the fuck out of here. Please leave us alone. What do you say, Russ? Should we just kill these folks? Nee. Take all their stuff? Nee, het is niet van ons. Neet. Hij ziet het wel zitten. Maar ik niet. Denk ook eens aan hun leven. Are you fucking serious? Are you serious? Maybe. Why not? That's fucked up. There are real fucking monsters out there. No shit. And you're just gonna joke about the shit I see. Fuck you, Nate. I saved your ass. You didn't do nou shit. En? Easy, Russ. I'm not hurting no one. And don't you hurt these people either. Nee, inderdaad. Een hele aardige mens. Nou, ik ben ineens een vriend van je. Hoppakee. Dag, Nate. Nate. Oh, nee. Oh, nee. Oh, verdomme. Dat doe je toch niet. Oh, jeetje. Nou, die Nate heeft geen hart. No shit. Oh, was dat hem al? Oké. Oh, dat was wel leuk. Oké. Nou jongens, was dit de eerste verhaal of part van Walking Dead 400 Days. Als je het leuk vond, doe dan een groen duimpje omhoog. En als je het ook leuk vond, doe dan steeds. Ik vond het eerlijk gezegd best wel leuk. En ik ben benieuwd naar de volgende verhalen. Dus die zie je de volgende dagen, volgende parts. Ik weet niet wanneer. Je ziet het wel verschijnen. Oké, jongens, ik zie je de volgende keer weer. Bye bye.